Tim vandaag. En zoals jullie misschien tijdens mijn vorige week vlog hebben gehoord, ga ik deze week naar Italië. En dat betekent dat we ook weer in bikini moeten. Oh jee! Dus ik ga deze week even extra hard mijn best doen. Dan weet ik dat ik in één week tijd heus geen verschil kan maken. Maar gevoelsmatig wel. En ik ga starten vandaag met een... Ik denk een keertje niet met benen, maar met een ab workout. Dat hoort tenslotte een beetje bij het bikini gevoel, toch? Let's go! We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. En nu is het tijd om te werken. En op maandagavond eten wij panga filet. Het zijn echt vet grote joekels, passen maar net in de pan. Italiaanse groentemix en die heb ik aangemaakt met piripiri kruiden. Echt vet lekker, die heb ik net nieuw. En pasta, ook een nieuwe pasta trouwens. Dat is deze, black bean fusilli pasta. Geen idee, maar die gaan we proberen. En ik heb alvast extra pasta ben ik aan het koken en extra groenten in de pan, want dan kan ik dat morgen meteen opeten voor lunch. Dinsdagochtend en ik heb geen sportpakje aan vandaag, want ik ga foto's maken met mijn zusje voor Foodiness vandaag. Dus ik sta nu op haar te wachten en dan gaan we zo meteen lekker de stad in. We zijn klaar met de foto's en nu gaan we naar de Breakfast Club lekker eten. Ja, dankjewel. Smakelijk. Proost! Laatste hapje. Buik en romp gegeten. Het is 7:30 en ik ben weg van huis. Dus ik loop nu de deur uit. En ik heb nog eventjes lekker gewerkt. Nadat we foto's hebben gemaakt en nadat we lekker hadden gegeten. En ik heb net trouwens een leuk blogpostje online gezet, denk ik. Dat het leuk is. Ik vond het leuk om te schrijven. Maar het gaat over hoeveel maaltijden je nou per dag moet eten. Daar krijg ik heel veel vragen over. Heb ik zelf ook heel veel naar gezocht altijd. Er wordt zoveel over gezegd dat je misschien maar 3 grote maaltijden per dag moet eten. Of juist 6 tot 7 kleine per dag, 5 tot 6. Dus daar heb ik eventjes mijn mening over gegeven. Dat staat op Foodiness, als je het leuk vindt om te lezen. Ik loop nu naar de Albert Heijn toe, want wij hebben vanavond de eetclub samen met vriendinnetjes. En daar had ik al een paar vlogs geleden over verteld, dat ik 1 keer in de 2-3 weken met mijn vriendinnetjes ga eten. En dan gaan we bij iemand anders thuis eten elke keer. Nou, vanavond is Emma aan de beurt en Emma is mijn buurvrouw. Tenminste, in dezelfde straat wonen we, niet naast elkaar. Dus ik kan lekker op de benen wagen. Maar Emma is een beetje laat vandaag van werk. Dus we helpen haar allemaal een handje. We gaan even zelf nog wat boodschapjes halen. Iedereen neemt wat mee. Dus ik ga naar Albert Heijn. Mijn opdracht is vis voor op de barbecue. Zo, het is woensdagochtend 9:30 en ik loop nu uit de sportschool. Dat betekent dat ik het ergste al heb gehad voor vandaag. Hallo! Dat ik het ergste al heb gehad voor vandaag. Want ik had wel even wat werk te verzetten vandaag.
Want wat heb ik gegeten gisteren? Oh, ik was overdag al aan het cheaten. En toen ging ik, ging ik er ook nog even 's avonds een hele appeltaart in gooien. Ja, als iemand jarig is, kan je geen nee zeggen tegen taart natuurlijk. Dus dat heb ik net maar even weer geprobeerd weg te werken. Want ik ga natuurlijk gewoon op vakantie deze week. Bikini vakantie. Was ik nog mooi op tijd om de postbode meneer tegen te komen? Tadaa! Nieuwe sportkleren! Ik kan dus echt uren online doorbrengen op zoek naar nieuwe sportkleren. Meestal stop ik ze dan in mijn winkelwagen. En dan ga ik ze uiteindelijk niet kopen. Maar dat heb ik nu wel gedaan. Want ik vond het wel leuk om wat nieuws mee te nemen op vakantie. Shirtje. Dit was ook een shirtje. Ja, t-shirt. Nog een topje. En daar had ik de bijpassende broek bij gekozen. Blij mee! Het is woensdagavond en ik ben in Utrecht met Danny. Want we hebben date night en we zijn nu bij het Beatrix Theater. Want we gaan vanavond naar de Bodyguard. Want ze is echt super goed. Wij gaan nu naar huis rijden. Het is alweer donderdagochtend. Jeetje, de week lijkt echt voorbij te vliegen. Vorige week ging het allemaal super langzaam. Maar nu is het echt zeker knipperen en voorbij. Donderdagochtend. Ik ben onderweg naar de sportschool. Ik ben nog helemaal niet bright and shine. Sterker nog, ik heb echt out of bed look eigenlijk. Ben ik zo een beetje uitgerold. Was gisteren natuurlijk wel een beetje laat geworden. Maar heel erg leuk. Dus ik ga nu mijn laatste training doen. Voordat we morgen naar Italië gaan. Ik heb trouwens mijn nieuwe shirtje aangedaan. Wat vinden jullie ervan? Is die cool? Of niet cool? Zo, vandaag ga ik geen circuitje doen. Maar alleen maar krachttraining. Ik ga borst en rug trainen vandaag. En ik probeer dan het gewicht te kiezen waarbij ik niet meer dan achterhalingen kan doen. Ik ga op vakantie en neem mee. Veel te veel. Maar ik kan allemaal niet kiezen. En eigenlijk ben ik met mijn hoofd niet bij. En het wordt ook wel mooi weer, niet mooi weer. Regen, grijze wolkjes. Dus ik neem maar gewoon alles mee. Het is vrijdagochtend, 6 uur. En ik ben een beetje aan het fluisteren, want Danny slaapt nog. Ik ben al wakker en het is serieus nog donker buiten. Voor mij is het echt heel vroeg. Ik sta echt nooit zo vroeg op. Maar vandaag wel, want ik ben vandaag de host op het lanceringsfeestje van de iPhone 7 bij de Phone House in Amsterdam in Zuid. En dat ga ik doen van 7 uur 's ochtends tot 9. Ik moet er natuurlijk ruim op tijd zijn. Dus vandaar dat ik al zo vroeg wakker ben. Daarna gaan we naar Italië. Daar heb ik jullie over verteld. We vliegen vandaag naar Rome. Dus ik ga meteen door vanuit het event naar Schiphol. Dus ik ben gisteren echt super druk geweest met koffer inpakken, huis klaarmaken. Allemaal werk en mailtjes nog wegwerken. En mezelf een beetje oplappen, omdat ik vandaag natuurlijk eigenlijk een beetje fris en fruitig uit moet zien als host.
Maar dat ben ik niet. Jongens, ik heb echt een half uur geslapen of zo. Ik weet niet of je het kan zien of dat ik gewoon niet moet lachen. Want dan krijg ik alleen maar veel ergere wallen. Maar ik ben moe. En op dit moment kan ik echt niet bedenken hoe ik deze hele dag vol ga houden. Maar ik zit hier aan mijn banaantje. Super rijpe banaan. Want dat is alles wat ik nog in de koelkast heb liggen. En dan ga ik er maar het beste van maken vandaag. Ik ben op tijd! We zijn natuurlijk voor de lancering van de iPhone 7. Yay! Woo! En het belooft een spectaculaire ochtend te worden. Iedereen verzamelen, we gaan aftellen! 3, 2, 1! Aan het opeten. Altijd eten. Altijd wegeten. Zo, dat was de phone house. En nu is het tijd voor vakantie. Danny en ik zijn op Schiphol en we gaan nu inchecken en vliegen naar Rome. Boekjes, boekjes, boekjes. Ik weet nooit wat ik moet kopen. Meestal wil ik ze allemaal meenemen, maar lees ik er geen één. Maar deze gaat sowieso mee. Heb je er zin in, Dan? Nou, we hadden een klein beetje vertraging, maar nu gaan we eindelijk boarden. Nu ook, ja. Ondertussen zitten we eindelijk in het vliegtuig. Maar we staan nog aan de grond. Ik denk dat we 4 keer of zo vertraging hebben gehad. En we zijn nu 2,5 uur verder. Dus ik hoop echt dat we zo meteen gaan vliegen. Maar ik zit in ieder geval in het vliegtuig. Dus ik ga zo meteen mijn oogjes dicht doen. Want ik ben moe. Per cielo coperto la temperatura 23 gradi centigradi. Ladies and gentlemen, captain from Sweden to Istanbul, descend to Rome Fiumicino Airport. Oké, het is nu 17:45 en wij moesten om uiterlijk 17:30 bij Peugeot zijn, want we daar de auto konden ophalen waarmee we gingen roadtrippen. Nou, dat gingen we dus niet meer redden door alle vertragingen. Dus toen waren we net in de taxi gegaan, wilden we het opgeven en naar het hotel toe rijden. Toen meldde Peugeot me dat ze misschien toch wilden wachten, maar eigenlijk kunnen zij geen Engels en ik kan geen Italiaans, dus we komen er niet uit. En nu zit onze taxichauffeur met hem te kletsen al super lang. Dus onze taxichauffeur met Peugeot. Ik snap echt niet waar ze het over hebben. Maar ik hoop in ieder geval dat het op neerkomt dat we alsnog de auto kunnen ophalen. Want anders hebben we geen auto om verder te rijden naar de bruiloft. Spannend. Ik denk echt dat ze al 4 minuten aan het kletsen met z'n tweeën. 5 minuten. Oké, lady passa la signorina. Oh, voor mij gaan ze er een einde aan rijden. Ja, oké. Dank je wel. Arrivederci. Grazie. Prego. Thank you. Oh, ja, maar. Oké. Ja. Hallo. Oké. Enjoy your weekend. Thank you. Bye bye. Bye bye. We komen nog aan een auto. We zijn er. Ze zijn gewoon speciaal langer open gebleven dat wij nog onze auto kunnen halen. Gelukkig. Heel mooi. This one? Ja. Yay. Yes. Yeah. Super. Yes. How do you say that in Italian? Great. Wait a moment. Wait a moment. Dit wordt ons beestje voor de komende dagen. Perfecto. Perfecto? Perfecto? Muy bien? It's okay. It's okay. It's okay, perfect. Okay. Oh, we gaan eindelijk naar het hotel. Het is nu. Ik denk dat het ondertussen 7 uur is of zo. Nee. Eens kijken waar we naartoe gaan, waar we naartoe moeten. Of we deze navigatie in het Italiaans begrijpen. Echt Italiaans. Oh, ik ben zo blij dat we eindelijk in het hotel zijn en deze muffe kleren uit kunnen. Oh, we zijn er!
Oh, ik dacht dat dit moment nooit zou komen. We zijn er. We gaan ons opfrissen, want we murren een uur in de wind. Oh, Danny staat al onder de douche. Een uur in de wind. En dan een uur in de wind. En dan gaan we lekker eten. Ja. We zijn gedoucht. We ruiken weer lekker. En we hebben ons omgekleed. Iets warms aangedaan. Want het is eigenlijk helemaal niet zo zonnig. Vandaag schijnt een hele slechte dag te zijn hier in Rome. Morgen wordt het beter. Onze vriendjes wachten beneden. Onze vriendjes van de Ibiza vakantie. Die hebben jullie gezien in vlog nummer 2. En die hebben een leuk plannetje voor vanavond. We gaan eten in Minte, zijn ze dan? Assen. Minte? Minte? En we hebben honger, dus leuk. Rome in. Nog even wakker blijven. Het is zaterdagochtend. Eerste ochtend in Rome. We hebben echt super lekker geslapen. Als een blok. En nu gaan we ontbijten. En ik heb net een heerlijk bakje gemaakt. Met allemaal superfoods en zo. Echt, kan je het goed zien? Ja! Super lekker hier, dit ontbijt. Oké, we gaan dit doen. Dit is het zwembad. Het lijkt zonnig. Maar het is totaal niet warm. En we willen ons ontbijtje er een beetje afwerken. De jongens zijn aan het sporten. Nou hebben we ook een beetje het idee dat we moeten bewegen. Dus we gaan baantjes trekken. En we zijn de enige twee met een bedje. Die krijgen we nog wel. Dat gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Kijk, zo mooi weer is het echt niet. Mooi? Regen. Oké. Het is koud! We staan nu bij Bicycle Tours. Dit nummer 1 op TripAdvisor. En we staan precies voor het bordje die daar te wachten. Op onze fiets, want we gaan 4,5 uur fietsen door heel Rome. We hebben namelijk maar 1 dag om heel Rome te verkennen, dus dit is echt de perfecte oplossing. Het zijn trouwens wel e-bikes met een motortje. Hoi, ben jij onze gids? Ja, hoi. Carolina, hoi, onze gids. Nederlands. Met een motortje, dus we hoeven niet zo heel hard te fietsen. Ik ben heel erg benieuwd, ik ga jullie meenemen. Hopelijk hoef ik niet zo'n knap helmpje. Oh, dit staat echt super leuk, Dan. Durf je hem nog op te zetten? Oh, het is verplicht voor de verzekering, zei hij, hè? Fietsclub voor vandaag. Ja! Hoe zie ik eruit trouwens? Super cool, hè? Hotelkamer. Want, nee, helemaal niet. Nu is hij dicht. Deur dicht van de hotelkamer. Het is nu 8:50. Ik ben maar 5 minuutjes te laat dit keer. We hebben ons even opgefrist en andere kleren aangedaan. Want we gaan nu lekker Rome in voor het avondprogramma. De fietstour was echt super leuk. Echt, als je hier een keer bent en je wil snel en gemakkelijk veel van Rome zien, dan moet je dat echt doen. Want het is gewoon hartstikke leuk, je ziet heel veel. Je gaat veel sneller natuurlijk dan dat je lopend bent. En je kan lekker achter zo'n mannetje aan fietsen, dus je hoeft zelf ook niet na te denken. Dus dat is heel leuk. Maar we hebben totaal 18 kilometer gefietst. Dus nu hebben we honger. Dus we hebben allemaal snel omgekleed. Iedereen wacht op mij beneden. Want ik wilde nog even een poosje doen. En dan gaan we met de taxi naar Trasfeteren vanavond. Dat schijnt de studentenstad te zijn. Spannend. Ja. Yes. Thank you. Goedemorgen op deze zondagochtend. We gaan uitchecken.
Ik heb mijn koffer bij me. Het is onze laatste ochtend in Rome. En we gaan nu roadtrippen 3 uurtjes naar Toscane. Want daar zijn we natuurlijk voor de bruiloft. En superleuk, we zijn nu met 60 man. En iedereen zit ergens in Italië. En iedereen komt daar vandaag naartoe. Dus ik heb heel veel zin om iedereen te zien straks. Nou, Toscane, we komen eraan. Hallo. 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 How city? Trequanda. Jezus, is dat met een G? C-R. Roadtrip! Oh, het is al 4:15. Ik moet een poepje laten. Danny heeft een poepie gelaten. Nu moeten we met alle ramen open rijden. Ah, rot op. Dat was Amber. Amber heeft een poepie gelaten, bedoel ik. We zijn er! Eindelijk! Yes! Jeetje, wat ziet er hier mooi uit. En allemaal bekende gezichten. Dit is zo cool. Wij wilden graag een momentje met iedereen hebben om te gaan proosten met Prosecco. En ik kan niet in woorden uitdrukken hoe blij ik ben dat jullie hier allemaal zijn. Nog niet iedereen is aanwezig, maar het grootste gedeelte is er wel al. Ik heb mijn ogen open moeten. Nou, we zijn nu bij ons appartement en die delen we met Chantal en Jimmy. En dit ziet er echt zo Italiaans uit allemaal. Onze keuken. En volgens mij was dit hun slaapkamer. Ja. Zitten wij beneden? Dennis, daar nog een bed? Ah, zie. Spannend. Ah, poepig kamertje. Badkamer. Zo, wij hebben onze spulletjes gedropt in het appartementencomplex. Want wij slapen met alle vrienden bij elkaar. En we zijn nu in de villa. Of eigenlijk wel een soort kasteel lijkt het wel. En daar is vanavond de pizza party. En gaan we met z'n allen eten buiten. En ik heb me laten vertellen dat je zelf je eigen pizza mag pakken. Nou, de pizza party is begonnen. Die komt door de vlog. Voor Danny. Die Danny pak meteen een grote. Heb je foto gemaakt? Yes, eten. Oké, jongens. Met deze party, pizza party, zijn we aan het einde gekomen van deze week. En dus ook van deze week vlog. Ik wil jullie vanuit Italië onwijs bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, laat me weten met een duimpje omhoog. Of laat een leuk berichtje achter. Vanaf morgen ga ik verder vloggen in Italië. Dus ik hoop jou te zien bij de volgende weekvlog. Meld je aan. Zou ik leuk vinden. Ben je de eerste die hem ziet. En anders wens ik je een hele fijne dag. Muah!